Oké, gaan we door naar een A-finale weer. Voor de boys 13 girls, 14 jaar. Boskrossers, laat je horen voor Mika van den Hogen. Schagen, laat je horen voor Tim de Graaf. En Schagen, doe het nog een keertje voor de rest ook, hè. Voor Ravenbeen. Wijkroog, hebben jullie goed opgelet? Zo doet Schagen dat. En wie laat jullie horen voor Vim Brummel. Bijna hetzelfde, oké, doe jullie het. Saal Meijers. De Boskrossers, Rick Meurs. En nog een keer de Boskrossers, zullen wij dan iets harder voor Crossbakker? Kijk, 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 ik wel, het zit er wel in hoor. U weet de zij als laatste voor Jens van Dunnen. Hartstikke goed, succes jongens. Ja, wat is die game? Piep, 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 piep. Ja, nu kunnen we nu wel 50 graden aan en springen. Ja, als we wat ouder worden, springen we nog harder. En gaan we ook nog harder. Jens van Dunnen, nu weet de zij, pakt hier een prachtige koppositie. Hij sprong al vanaf het begin en hij springt naar voren. Hij trapt door, hij trapt op hard. Het is Cross, Rick, Zo, Finn, Raven, Tim en Mika die er allemaal achteraan zitten. Maar hij is de man, nu weet de zij, Jens van Dunnen, die de Rick winst pakken kan. Pakken kan, en want we zijn nog maar op de helft. Hij is nu over de helft. En met 6,68 lijkt hij dat wel vrijdag te gaan stellen. We zien hem met 2,39, Finn Breumel moet nog aankomen. De wijk erover, hij kijkt even achter, maar ik moet doortrappen. Ik moet doortrappen om de plekje te behouden. Want het is Cross Bakker op die derde positie. Die daar nog achter zit, Cross die trap door en pakt die derde plek.